Een hele goede morgen. Dit is Van Gelder VIP Vervoer. En ik ben weer on the road en dit keer richting Amsterdam. Want daar woont mijn Gelderse multigetalenteerde gast. Want ze danst, ze zingt, ze acteert, ze presenteert, ze zit in de redactie. En ze speelt ook nog muziekinstrumenten. Dat is ongekend. Het is Janouk Kelderman. En misschien denk je nou, die ken ik helemaal niet. Nou, de jeugdige kijker kent haar zeker. Want ze was jarenlang Kate bij RTL Telekids. Is het water veranderd? Oh, in een ijsblokje! Ze is Grietje in de musical Hans en Grietje. En ze presenteerde ook nog een keer Het Klokhuis. Stukken al klaar, dus dat betekent dat we nog een vlinder moeten, een papegaai en een stuk boom. En voor de oudere kijkers zou ik willen zeggen, blijf vooral kijken en dan leer je er kennen. Welkom bij Van Gelder VIP Vervoer. Ja, kijk. Van de Meren, Donk en Kelderman. Dan weten we meteen met wie ze samen woont. Kijk, ze thuis is. Het is leuk hier. Hoi. Hoi. Vierde verdieping. Zo. Kijk eens. Hey. Goedemorgen. Ik hoef niet eens aan te bellen. Ja, Noek. Hallo. Hoe is het met je? Goed. Met jou? Ja, met mij. Uitstekend. Nou, kom erin. Ja. Ja, mooi. Leuk, hè? Is even wat anders dan Amsterdam Centrum, zeg ik altijd maar. Hartstikke leuk. En hier woon je dus met Teun? Ja. Heel dat goed. Dat is je ja, lekker op de hoogte. Oh, dat staat op de deur. Ja, dat is waar. Op de deur. Ik wist dat. En staat onder stond er ook natuurlijk al een naam. Ja, dat is waar. Ja. Oké. En hoe lang woon je hier al? Bijna 4 jaar. Deze zomer 4 jaar. Maar het is natuurlijk al een hele stap van het meisje uit Doetinchem. Dat is waar. Naar de grote stad. Ja, dat is ook zo. Naar de echte grote stad. Ja, dus of zat er nog wat tussen qua opleiding? Ja, er zat nog wel wat tussen. Tilburg. Zat er tussen. Arnhem, heel eventjes. Ja. Maar 4 jaar Tilburg ook. Nou, dat was natuurlijk ook al wel een grote stap. Sowieso het studentenleven en dan op jezelf gaan wonen en zo. En daarna kwam Amsterdam al eigenlijk. Wat gaan we doen vandaag allemaal? Want je weet, ik sta geheel tot je beschikking. Ja, fijn. Wat ik een luxe. Ik rijd je naar alle afspraken waar je over toe moet. Maakt me niet uit als er verder nog dingen moeten gebeuren of wat dan ook. Dan ga je dat allemaal doen. Ik ben er voor jou vandaag. Nou, dat wat een luxe. Zo. Wat een luxe. Heerlijk, maak daar gebruik van. Ja, nou ja, we gaan sowieso beginnen in Amsterdam. Dus dat is wel dat lekker. Is ja. Bij een fotoshoot voor het Klokhuis. Ja. En daarna gaan we door naar stylisten, want ik heb zaterdag de Zep Awards uitreiking. Dus dan moeten we even leuk tevoorschijn komen natuurlijk daar. En dan moet ik eigenlijk nog even wat boodschappen doen. Oh, dat doe ik ook. Want we komen vanavond tot eters, dus... Oké. Ja, dus dan ga je ook mee. Ja, ik doe ook mee de boodschappen, alles wat je wilt. Oké. Ben je zover? Of moet er nog iets geregeld worden? Nee, ik ben zover. Ik weet niet of jij nog een bakje koffie wil voordat we echt gaan beginnen. Ja, hè? Dat dacht ik al. Jij hebt het schema, hè? Dus jij weet... Ja, we moeten om 10 uur daar zijn. We moeten om 10 uur daar zijn. Dus we hebben nog even. We hebben nog even 10 minuten kwartier. Dat vind ik goed, nou. Ja? Even rustig zitten. Zo, goed begin van de dag. Dank u. Kijk, daar sta ik. Oh, lekker weer, joh. Mooi, hè? Zonnetje. Alles geregeld, hoor. Oh, wat een goede auto. Goed, hè? Ja. Van Gelder VIP Vervoer. Dit is de auto Van Gelder VIP, hè? Voor vandaag. Nou, wat goed. Ik vind het wel... Dit is goed, hè? Luxe bak, even zwaaien. Dat zou je elke dag willen. Ja, is toch heerlijk? Een soort tourmanager ben je gewoon. Ik ben vandaag jouw PA en tourmanager. Tourmanager, ja. En om jou meteen lekker op je gemak te laten zijn, hebben we ook jouw favoriete nummer al op scherp staan. Oké. Okay. En daar word ik ook heel blij van. Lekker door de spiekertjes, ja hoor. Oh. Dit is het, hè? Ja.
Hoe komt het? Want jij bent een jonge meid, je zou zeggen Bob Marley. Ken je überhaupt Bob Marley nog? Ja, maar wie kent hem niet? Nee. Toch? En dan reggae muziek. Vertel eens waarom dit nummer? Nou ja, dat is toch een beetje die surfcultuur, denk ik. Okay. Ben ik een beetje mee aangestoken door mijn vriendje natuurlijk. Ja. Want ja, als ik op het strand zit, ook bij die kitesurfschool, deze muziek staat altijd aan. Dus, en omdat je dan zo, dan dit nummer, dat is voor mij meteen, dan denk ik meteen aan zon en strand en zee en relaxed en chill. En, dus okay. Als ik dat dan opzet in de auto, vooral 's ochtends, dan wordt het lekker wakker worden. Rustig, heerlijk. Met zo'n zonnetje erbij. Het is toch heerlijk? Ja, dit kan niet beter. Ik ben het helemaal met je eens. Ja. Gewoon lekker een dagje op pad. Ja, met de enige echte Janouk Kelderman, dat multitalent. Uit Doetinchem. Uit Doetinchem gewoon. Het is toch wat? Ja, hè? Had ik zelf ook nooit gedacht, hoor. Nee, heb je jezelf verrast? Wat dat betreft? Ja, best wel, denk ik. Ja? Ja. Ga ik hem even zachter zetten? Ja, ik wilde vroeger dierenarts worden. Dat is totaal iets anders. Echt waar? Ik kwam er pas heel laat achter eigenlijk dat dus dansen, zingen, acteren, musical, dat je daar ook je vak van kon maken. Ik denk dat ik toen pas, nou, toen was ik al 16, denk ik. Want toen heb je ook een switch gemaakt, want je studeerde op de VWO. Ja. En toen ben je eigenlijk een stapje teruggegaan. Ja. Om weer de theateropleiding te kunnen doen. Ja, want ik wilde heel graag naar Fontys, dus kwam ik achter. Maar ik deed auditie de eerste keer en toen was ik echt, toen was ik 17 of zo. Toen kwam ik net van, zat ik in 6 VWO. En toen werd ik nog niet aangenomen. Toen kwam ik tot de laatste ronde en toen werd er gezegd, ja, goed, maar je bent nog wel wat jong. En toen ben ik dus na mijn examen van 6 VWO naar MBO Dans, Artiest Dans in Arnhem gegaan. Op het Rijn IJssel was dat. Toen heb ik daar gewoon een jaar lang daar die artiest dansopleiding gevolgd om gewoon mezelf maar te ontwikkelen en beter te worden. En zanglessen genomen en spellessen en heel veel gedanst. En toen dat jaar daarna nog een keer auditie gedaan en toen wel aangenomen. Maar so far kunnen we stellen, zo goed. Want ik bedoel, ROC, je hebt het nog niet afgemaakt en je had ketel te pakken, toch? Ja, dat klopt. Nou nee, Arnhem, dat was het ROC, toen ging ik naar Fontys. Ja. En bij Fontys was het inderdaad, in mijn derde jaar moesten wij stage zoeken. En toen kwam ik bij Telekids terecht. Ja. Je was nog met de opleiding bezig. Ja. Je moest hem nog afronden. Lukte dat nog? Ja, mijn stage was dus eigenlijk gewoon Kate. En ondertussen moest ik nog een voorstelling maken en afstuderen. Maar daar hebben ze me gewoon vanuit RTL ook wel echt de tijd nog voor gegeven. En hoe lang ben je Kate geweest nu? Ruim 3,5 jaar, bijna 4 jaar geloof ik. Ja, en na 4 jaar dacht je het is genoeg geweest. Want je bent zelf gestopt met Kate. Ja. Want ik wilde ook wel weer door of zo. Ja. En ik had dat presenteren heel erg ontdekt. En dat vond ik echt heel leuk om te doen. Ja. En toen heb ik altijd gezegd, nou, zo'n soort programma als het Klokhuis, dat lijkt me toch wel, zoiets lijkt me heel leuk. Ja, maar je zit natuurlijk gewoon helemaal precies op koers nu. Ja. Want dat is toch top? Ja, dat is echt wel top, ja. Soms denk ik ook echt van, wow, ik moet even mezelf de dingen knijpen. Die je eigenlijk het liefst wil doen, dat het ook lukt. Ja. En dat maakt dat we nu op weg zijn naar de officiële fotoshoot van Klokhuis. Dan zou het hier ergens moeten zijn. Oké. Is het loog hier 8? Oh, 8. Hier 8. Die rode deur. Die rode deur. Dan gaan we kijken of ik hem hier ergens kwijt kan. Hey. Kijk, hallo. Hi. Hoi. Hi, Janouk. Ik heb een ploeg meegenomen. Ik ben vandaag tourmanager. Mogen we deze kant op? Janouk. Dit is ook heel fijn, hè? Kijk, dit staat dus gewoon klaar. Eten op de set vind ik altijd toch wel een pluspuntje. Ik ga er gewoon alvast een nemen. Pumps met sokjes. Leuk, ik ben niet zo goed met hakken, zeg ik alvast. Nou, dan gaan we even kijken wat je moet doen, want anders worden het toch sneakers. Iets plat. Hebben we ook. Oké, dat is 1. Oké. En ik ben dus niet zo... En er is geen alternatief, want ik heb een hele tas met schoenen meegenomen. Sneakers, dan mag ik sneakers aan. Daar word ik iets blijer van. Ja. Ja, ik zou dan inderdaad voor de sneakers gaan en dan met een geel sokje misschien. Met een geel sokje, ik ga het even overleggen. Ja. Nou, dan ga ik eens even vragen of ze dit iets vinden. Oké. Okay. Ja, er komt wat bij kijken zo. De wereld van de presentatrice. Van het. Ik vind het wel saaier geworden, denk ik. Professionele uitzending.
totaal iets anders. Ja, het moet allemaal kloppen natuurlijk, hè. Dit is de kledingwissel 4 alweer. Ja. Maar goed, ze klaagt niet. Het is professioneel, heel goed. Ik had al lang gillend gek naar huis gegaan. Dit wordt het. Model goed? Als je mij laat weten. Oeh, ja, ik denk wanneer is de fotograaf goed? Want die moet eigenlijk het model vaak. Ja, oké, okay, maar als een model er niks van bakt, dan kan je foto's maken tot je een ons weegt. Dat is waar. Ja. Maar wat doet zij bijvoorbeeld heel goed? Zij kan zich heel goed inleven. Maar inderdaad, ja, het is echt bijna dat ik denk, ze zou ook actrice kunnen worden of Dit, dit vind ik al een hele mooie. Vet, hè? Qua compositie. Ja. Dat is en natuurlijk, ze moet het doen. Ja. En dan hulde aan de fotograaf. Ja, want die heeft toch. Nee, je hebt hem scherp. Want scherp is belangrijk, natuurlijk. Ja, hè? Scherp is wel belangrijk, ja. En volgens mij met die haren zo. Nee, dat zo scherp als het zijn kan. Maar jij bent tevreden? Ik ben heel tevreden, ja. Ja. Ben ik het ook? Ja. Gaan wij weer doen? Leuk. Dankjewel. Dankjewel. Okay. Succes. Vind je dat mee of tegen? Nee, ik viel hartstikke mee. Ik vond het wel leuk, ja. Ja, het was even getut met de kleding, hè? Ja, onwijs. Ik heb geloof ik 6 verschillende setjes aangehad. 6. Maar uiteindelijk, en de grap is dan, uiteindelijk had ik gewoon weer aan wat ik ongeveer in het begin ook aan had. Ja. Dag. Zo. Ja. Net was het weer. Ja. Ja, het was met name het omkleden, geloof ik, hè? Maar ja. Dat ken ik eigenlijk niet zo, maar is dat echt dan een vrouwending dat ze daar nog meer op letten of zo? Nou ja, ik weet niet. Dus blijkbaar was het gewoon heel belangrijk, omdat ze dus helemaal in hun hoofd hebben hoe die achtergrond wordt in een soort van, wat zeiden ze, dynamische wereld met allemaal dingen om je heen en zo. Dat dan heel belangrijk is wat je daarbij aan hebt. En het thema was natuurlijk colorblocking. Dus dat is al best lastig, want dan moeten alle kleuren wel leuk met elkaar matchen. En wat leuk was, wat ik merkte, is dat bij de portretten, daar zag ik nog een beetje dat verlegen meisje, die eigenlijk helemaal niet zo bekend wilde zijn, maar gewoon lekker wilde dansen en zingen. Ja. En toen mocht je losgaan met al die poses. Ja. En toen was het meer acteren. En toen ging je helemaal los. Ja. Is dat makkelijker? Ja, vind ik makkelijker. Want wat vind je jezelf eigenlijk het meest? Een danser, een zanger, een acteur of een presentator? Ja, dat vind ik altijd zo'n lastige vraag. Misschien dat ik nu op dit moment presenteren het allerleukst vind. Ja. En heb je daar ook nog voorbeelden in? Als je op de vaderlandse of op de buitenlandse tv kijkt, zeg van, nou, dat is, als ik dat zou mogen bereiken, dat zou te gek zijn. Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk altijd gezegd dat ik vind Chantal Jansen gewoon omdat ze, want zij is ook een soort duizendpoot die ook alles doet. Multifunctioneel ook. Ja, en dat vind ik aan haar wel heel tof. Hoe ze dat allemaal voor elkaar heeft gekregen. En dat is dus ook met dat je zegt, ja, wat kan je het beste? Ja, ik denk dat haar kracht er ook in ligt. Dat ze het dus allemaal doet en allemaal gedaan heeft en allemaal kan. We gaan nu naar Hilversum. Hilversum. Ja. En leg nog even uit, want we hebben de Zeppelwoords, die zitten eraan te komen. Ja. En je moet iets aan. Ja, ik moet iets aan. Ja. Ja, ik kan moeilijk in mijn haakje over de lopen. Nee, ja, het is dus de Zeppelwoords uitreiking. En die is zaterdag in Hilversum. En dan hebben ze ze hebben dan geen rode loper. Want het is niet zo'n ingewikkelde black tie, jurken, hakken. Dat hoeft allemaal niet. Het is een groene loper en de dresscode is confettifeestelijk. Oké. Okay. Dus daar word ik heel blij van, want als er black tie staat, dan krijg ik altijd rode vlekken en schiet ik helemaal in stress. Een black tie, rode vlekken passen niet bij elkaar. Nee, dus gaat niet eens moeilijk. En dat zou nu wel kunnen, want confetti feestelijk, ja. Confetti feestelijk, dan kunnen rode plekken kunnen ook bij. De rode plekken kunnen er eventueel prima bij, ja. Maar nu, en dan gaan we nu naar jouw eigen stylist? Nou ja, ik heb dus afgelopen jaren wel af en toe dat je wel eens ergens met stylistes werkt. En die kan je dan af en toe nog wel eens bellen. Van joh, ik heb dan weer iets, heb je nog wat leuks hangen? Oké. Okay. Dus dat is wel heel fijn. Dus we gaan nu naar jouw stylist die je in hebt gehuurd voor die awards. En die gaat jou zeggen, goh, ik heb wat voor jou. Ja, die heeft klaar. Dan... We gaan wat uitzoeken. Ik denk dus dat we hier zijn aan de zijkant. Maar... Zou dit het zijn?
Ga jij gewoon aanbellen? Het nummer is gekozen. Een ogenblik geduld, alsjeblieft. Joehoe! Ah, ja. Klinkt goed, hè? Ja, het klinkt goed. Dank u. Ah. Ja. Oké. Okay. En je hebt voor Janouk ook al gezocht, want het gaat om belangrijk iets, hè? Nou, een lekker rekje voor je. Oh, kijk. Zeg, is dit het Janouk rekje? Dit is het Janouk rekje. Wow. Ja, snap je? Dit is een DJ rekje ja. En hier hebben we Janouk rekje. Zo, oh, kijk even. Wat goed. Ja, dus ik zeg tegen Sas, ja, even iets voor een rode loper dingetje, maar dan wel een beetje Janouk. En dan krijg je dus dit. Ja. Ik ga er even doorheen dan. Ga gewoon alvast pieken. Zijn natuurlijk, ja. Dan wordt het helemaal niks aan. Oh, oh, oh. Nou, dit vind ik al heel leuk. Ja, tof. Ja, maar wat zit daar dan onder? Want dit is niks. Nog beter. Hebben niks. Het is voor een kinderprogramma, hè? Femme Forever. Ja. Lekker feministisch. Het is voor Zef, hè? Het is voor de ochtend is het. Leuk. Ook leuk, ja. Toch? Ja, dit vind ik mooi. Maar dus... is dat dan misschien wat er onder dat jasje zit, of niet? Jochem, ga je nou echt serieus bemoeien met ons? Nee, het is een vraag. Serieus? Saskia, nou heb je het een en ander uitgezocht voor Janouk. Wat is nou typisch de Janouk-stijl? Janouk is een beetje stoer girly. Dus het is niet een meisje-meisje, Janouk. Dus we hebben afscheid genomen van het Kate-imago. Zeker. En jij bent bezig om het op een nieuwe manier in te kleuren. Ja, op een beetje wel ook de eigen identiteit. Kijk, ja. wat hier natuurlijk valt, je krijgt hele chiques. Mooie lange benen. Hele mooie lange ja. Chique broek. Ja. Chique, chique. Dit geen zak in. Chique, nee. Dan zou ik er dan wel... Fijn zijn geheel, ja. En maar dan, voor een rode loper black tie moet je dan geen jasje, denk ik? Nou, dat ja, hoeft kan niet dat altijd, ja. Hè? Want dan denk je snel van... het is niet, het is je moet het ook lekker op je eigen manier doen. Zep moet misschien iets meer kleur hebben dan. Ja, sowieso. Ik vind hem te donker voor de Zep. Zoiets? Ja, als laatste. Die zag ik al hangen, maar dit doet me dus echt denken aan de Graafschap. Aan de Graafschap? Aan de Graafschap. Hoe dan? De wat? Superboeren. Ja, de superboeren. Ja, ja, oh ja, dat was ik even... Graafschap al. Ja. En dit is een broekje gewoon, hè? Dus ik vind het kleurtje heel leuk. Met wel die stoere kleur met het groen erbij in combinatie. Dit is een beetje de Army Girl Next Door look, hè? Ja, maar wel met die crossover, hè? Weer van Gelderstein. Crossover! Een crossover van Army Girl Next Door. Geweldig, die crossover. Ja, hij is niet alleen so. Presentator. Nee, nee, het is echt. Ik begin overal kijken te krijgen. Allround. Wat doe jij, Jochem? Nou, ik vind het een groot verschil met het petje erbij in één keer. Toch om een of andere manier is het meer af. Zitten we weer in de auto. Ja. En inmiddels hebben we de outfit voor de Zep Awards. Ja. Ben je er zelf helemaal content mee? Ja, ik ben er helemaal content mee. Maar het is toch grappig hoe dat werkt, hè? Dat je dan dus verschillende outfitjes aan doet. En dat je dan denkt, nou, dit is hem. Ja. En dan maak je er foto's van. En dan kijk je de foto's terug en dan denk je, misschien is die toch leuker. Ja. Maar wel fijn dat jij ook even je mening had. Nou ja. En het enige waar je net op aansloeg bijna en weer afsloeg, was dat jurkje met dat blauwe en dat wit. Ja. En je riep meteen, hé, dat is de Graafschap. Ja. Toen dacht ik, hé, het zit toch nog, Doetinchem zit er nog wel in, hè? Ja, ik heb ook bij de Graafschap gewerkt een tijdje. Echt? Ja. Wat dus deed je dan? Gewoon in de horeca. Gewoon bediening en hapjes en drankjes en zo. Gewoon bij de Graafschap. Ja. En dan, als de wedstrijd begon, mochten we ook altijd even kijken. En dan, ja, want je bent gewoon natuurlijk niet meer en niet minder dan een superboerin. Toch? Nee, eigenlijk ben ik dat gewoon, ja. Ik kan er wel gewoon allemaal mooie kleedjes aan doen en allemaal dingen. En in de spotlights, maar ik ben gewoon een superboerin. Voel je je ook echt een beetje Doetinchems nog? Jawel, ja. Maar weet je, ik heb er natuurlijk 20 jaar gewoond, hè. Mm-hmm. Dat is ook wel echt wel... Ik ben nu 26, dus ik woon pas 6 jaar ergens anders. Ja. Dus mijn hele jeugd en mijn wortels liggen wel echt daar. Zitten wel echt... En wij woonden ook echt vlakbij het Graafschapstadion, dus wat dat betreft... En je ouders wonen er nog steeds? Ja. Kom je er nog vaak? Ja, jawel. Ja, soms wat vaker dan ligt er een beetje aan hoe druk ik ben ook. Maar als het kan, dan probeer ik wel regelmatig
paar keer per maand wel terug te gaan. En voelt het dan ook echt als thuiskomen, als je weer richting de Achterhoek gaat? Ja, ja. En ook als ik dan een keer nog in de stad loop in Doetinchem en je komt mensen tegen van vroeger, dan is het altijd, hey, hoe is het? En gewoon allemaal nog weer, ja, alsof er niks, weet je wel, alsof je niet bent verhuisd en alsof er niks is veranderd. Nee. En, dus dat is wel leuk. En we gaan nu boodschappen doen. Ja, want de dag is bijna voorbij. Ja. Janouk Kelderman-dag. We hebben verschillende dingen. Ik dacht, ik heb bij me. Ja, meteen maar boodschappen. Laat ik meteen maar sjouwen. Goed gelijk. Hier is de supermarkt, geloof ik. Ja, hier is het. Dan kunnen we hier rechts en dan is er zo'n parkeerterreintje. En dan kunnen we gewoon staan. Oh, dan doen we het even. Dan heb je het lijstje op je telefoon. Lijstje op mijn telefoon, ja. Precies wat je wil hebben. Ja, want ik had dus nog wat dingetjes die ik nog vergeten was. Dus die kunnen we dan nog even halen. En jij hebt een mooie roze... Ja, ik heb de roze boodschappentas. Ja, die mag jij vasthouden. Het hoort er allemaal bij. Ja. Nou, dan nemen we de rijdende. Het rijdende karretje. Of het rijdende mandje. Oh ja, het lijstje. Voor een vegetarische lasagne. Ja, dat is een bewuste keuze. Want je bent, dat is een bewuste keuze, ja. Ben je helemaal vegetarisch beetje mix? Nee, ik ben een beetje nep-vegetariër, zeg ik altijd. Flexie, ja. Dat ik wel... Nee. Ik eet nogal vlees, maar ik wil er wel gewoon op letten dat als ik vlees eet, dat het gewoon goed vlees is. Dus biologisch en zo en verantwoord. Maar ook heel vaak gewoon geen vlees. Okay. Dus vanavond komen mijn ouders en mijn schoonouders eten en dan geef ik ze gewoon vegetarische lasagne. Vegetarische lasagne. Want dat kan heel lekker zijn. Oké, okay, zal ik jou een opdracht geven? Nou, geef mij eens een opdracht. Nu kan het nog, hè? Op een uur... Ja, nu ben je er nog. Ik moet... Op een uur verloopt mijn dienstverband. Basilicum. Versen. Ja. En geraspte kaas mag je wel... Oké, en dan wat? Oud of jong belegen of oude? Of, ja, gewoon geraspen over de lasagne. Ja, maar dus heb je allemaal oud, verschillende soorten, hè? Ja, of pittig, zo oud. Pittig. Oké, basilicum en de geraspte kaas. Ja, geraspte. Ja, ik ga me bezig doen. geraspte kaas. Oké, ik ga verder. Verder moest ik nog brood. Nou, ik ga even op zoek naar brood. De basilicum, waar heb je hem verstopt? Dat is een potje, denk ik, of niet? Oh ja, dat is een potje, tuurlijk. Kijk, dat zijn ze. Kijken. Ja, bij mijn supermarkt, dan weet ik het meteen, weet je. Ja, waar hier de kaas ligt. Waar hebben ze hier de kaas verstopt, Janouk? Oh, je kunt het niet vinden, hè? Jawel, maar ja, goed, ik ben voor het eerst hier, hè? Kijk eens naar rechts. Oh, wacht, hier. Ja, dat is altijd raar als je in een supermarkt bent die je niet kent, hè? Dat is een soort vakantiegevoel heb je dan, hè? Ja. Even denken hoor, want mijn ouders zo komen dus nog. Of ik nog iets te drinken voor hun mee moet nemen. Een lekker wijntje? Heb ik al. Oh, drie ook flessen. Al, oh, drie. Dus dat komt er goed. Wijn en bier. Op de kop naar huis. Op de kop naar huis. Kijk. Nou, dat wordt een lekker maaltje. Ja. In de roze boodschappentas. Zet je goed hoor. Wel, hè? Ja. Weet ik. Ja, ik vond het leuk. En ik heb nog, we hebben nog één nummer te goed, hè? Oh ja. Dat is een soort van traditie bij Van Gelder VIP Vervoer. Dat we de dag beginnen natuurlijk met het opstartnummer. En dat was al lekker. En je hebt nu weer een leuke. Ja, dit is een beetje misschien wel mijn guilty pleasure of zo. Dit soort muziek. Ja, maar dit is eentje die ik zelf ook wel heel erg ook weer. Wat dat betreft qua muzieksmaak. Zitten we lekker op één lijn. Deze, hè? Ik zou hier dan rechts gaan als je niet... Ja. Ja. Ja, ik word hier ook weer heel... Maar ook weer een beetje dat gevoel bij jamming ook. Toch weer een beetje dat summer feeling. En ook wel als ik dan vaak aan het eind van de dag in de auto zit of ik heb een draaidag gehad naar huis en dan keihard dit nummer in de auto. Ja? Nou, dan kom ik wel thuis. Gewoon snoeihard? Gewoon snoeihard. En dan gewoon lekker, ja. Een beetje meedansen, ja hoor. Oh, dan gaat op die dans. Dat dansen komt er helemaal naar boven natuurlijk, hè? Ja, joh. Oh ja, ik vind dat heerlijk. Zonnetje. Afgelopen. Oh, dit was het. Oh. En we zijn er al bijna weer. Hier kun je af. Had ik hier af gekund? Had gekund, maar je kunt ook zo. Dan gaan we eromheen. Oh, dan gaan we eromheen. Oh, dat doen we dan. Oh ja, dit is natuurlijk het park al hier. Ja. Dan breng ik dit nog even mee naar boven. Nou, zover gaat. Echt tot aan de deur, hè? Tot aan de deur. En dan laat ik jou alleen met je vegetarische gerechten. Vegetarische, ja, dan ga ik koken. Ja. Zo.
Dit zijn de boodschappen. Ja, zeg maar neer. Oké, okay, ja. En waar wil je de schoenen? Ja joh, de, gooi maar. Die moet ik dadelijk toch even weer opruimen. Oké, okay, dan ga ik er weer vandoor. Ja, nou, was nou, gezellig. Vond het leuk? Ja, als dank ik nog een keer tourmanager nodig heb. Ja. Graag gedaan. Heel veel succes met alles wat je gaat doen. Dank je wel. Ik heb een kleine herinnering dat je ooit toch de gast was. Oh, wat leuk. In het historische programma Van Gelder Vipvervoer. Nou, die gaat aan mijn autosleutel. Dat is dan wel toepasselijk, nou, toch? Nou, mooi toch? Ja, heel leuk. En alvast heel veel plezier vanavond met je ouders en schoonouders. Dank je wel. En aanstaand weekend bij de Zapp Awards. Ja. Doei doei. Yes. Doei doei, dank je wel. Oké, okay, en dan nu weer terug naar Gelderland. Ja, dit was dus Janoe Kelderman. Een soort van superboerin, met de poten nog steeds wel in de klei, maar ook met heel veel ambitie. En ik denk dat ze het wel gaat redden. Tot volgende week.